Deze highlights worden u aangeboden door Nissan. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors. Ronaldo en Morata moeten uitkijken dat ze elkaar niet voor de voeten lopen. En dan geeft hij zwaar een penalty. De strafschop voor Ronaldo, vreemd. Was het zo duidelijk, de overtreding? Uiteraard is er protest bij Barça. Ronaldo kijkt vooral naar de ref. Hij mag het doen en hij doet het ook. En zo komt Juve 0-1 vooruit bij Barça. En het is niet alleen belangrijk voor de tussenstand, voor de voorsprong. Maar als Juve er ook echt in gelooft, dan moeten ze nog voor 2 extra goals gaan. En dan zit groepswinst er dus wel degelijk in. Alexandro zat ook een beetje mee. En De Jong, die zich kon mengen. Hoopte de inworp mee te krijgen. Eens kijken of hij daarbij gelijk had. Hij knalde via Ramsey de bal buiten. Maar dat was moeilijk waar te nemen. Vandaar dus andermaal Juve. Met Ramsey die breed legt. McKennie tot bij Cuadrado. En dan is het heel simpel de 0-2 binnenwerken voor McKennie. En dan valt hier ook wat op te zeggen. Want die inworp was wellicht niet voor Juventus. Dat is 2 keer dus. Eerst die penalty waar je vragen bij kan stellen. Hier een moeilijke situatie. Lastig in te schatten voor de scheidsrechters, dat kan ik me voorstellen. Messi, hij krijgt wat ruimte en dus gaat hij trappen. Dit had nooit mogen gebeuren vanuit het standpunt van Juve natuurlijk. Maar zo moest Buffon even tonen dat hij nuttig kan zijn tussen de palen. Daar is bijna de 0-3 voor Juve. En is er een hele goede redding van Ter Stegen nodig op de poging van Ramsey. Kijk eens hier. Ja, dit is gewoon een penalty natuurlijk. Dit is een penalty. Overtreding van Langley. Hij gelooft het nog altijd niet, Stieler, maar hij gaat hem dan toch maar geven. Ah ja, wat kan niet anders. Gaat Ronaldo. Ja, en dan vraagt Pirlo daar ook een kaart bij. Die heeft al geel gekregen natuurlijk. In de Champions League had hij nog niet gescoord tegen Messi in die duels. En hier legt hij er zomaar 2 binnen. En Juve is virtueel groepswinnaar in groep G. Dat is natuurlijk voor de geschiedenis. Dat is voor de statistiek ook misschien belangrijker dan voor de loting. Maar Messi denkt, oké, het staat 0-3. Plots heeft Barcelona 2 doelpunten nodig. Om groepswinnaar te blijven. 0-2 was ook oké. Hier is, ja, toch verenigd. Die kopbal was het van Griezmann. Die kwam ingelopen. En dan was het eigenlijk een goede manier om de ruimte aan de verste paal te zoeken. Die kopbal belandt pal op de lat. De Jong. Voor Messi. En daar is misschien toch wel de 1-3. Nee, buitenspel nu van Braithwaite. Dus alleen de poging van Messi was van tel.
Een vierde tegentreffer van Juve. Dat betekent helemaal boeken toe. Wat de groepswinst betreft, is het buitenspel of niet? Nee, het was geen buitenspel van Bonucci. Gaan die alleen de buitenspelfase beoordelen? Alleen dat. En wat dan met Ruitje Trick? Dat telt even niet mee. 0-3. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors.